Oh, andere keer situatie. Kennen jullie balletje? Oh, balletje was een spel waar een paar jaar geleden hele gemene mensen speelden op straat ook. Er waren drie kuipjes met één balletje eronder. En dan ging zo heel snel met die kuipjes op en neer, maar soms ook gewoon zo heel langzaam. En dan moest je zeggen, voor geld, waar het balletje onder zat. Balletje zat nooit waar je zei dat het zat. Je was altijd je geld kwijt. Het was oplichting. Er was ook heel veel op tv, doe nooit mee met balletje, want het is oplichting. Ik had dat ook gezien. Ik zei ook, nou, als je nou nog meedoet met balletje, dan moet het toch echt wel achterlijk zijn. Dat gezegd hebbende, was ik op een dag in de stad en ik was naar de bank geweest en ik wilde kleren gaan kopen. Dus ik had 300 gulden van de bank gehaald. Dat vind ik nou nog steeds veel geld, maar dat was toen alles wat erop stond. Dus ik had 300 gulden bij me. En ik weet, tot op de dag van vandaag weet ik niet waarom ik het tegen mijn zus zei, maar ik zei, goh, ze zullen een keer gaan kijken bij balletje. Want we hebben er nou zoveel van gehoord. Het is misschien wel leuk om thuis te kunnen vertellen hoe het dan in het echt gaat. En niemand kan nu dwingen om mee te doen. Nee, niemand kan nu dwingen om mee te doen. Dus wij lopen in de stad en ik zie al heel snel zo'n groepje mannen wat het staat te spelen. Dus ik dring zo naar voren. En ik moet eerlijk zeggen, ik zit meteen in het spel. Ik vind het meteen spannend. Een hele lange man, die staat het zo te spelen. Een man op zijn knieën zit zo met de kuipjes. En ik vind het hartstikke spannend. Hij zit allemaal die kuipjes te doen. En die lange man zegt op een gegeven moment ineens, een balletje zit in het midden. Ik denk, in het midden? Is hij blind of zo? Het balletje zit links. Achteraf gezien, hoorde die lange man erbij. Maar goed, ik zit zo in het spel dat toen die lange man zei, het balletje zit in het midden, zei ik, nee, het balletje zit links. En die man die zat toen zei, weet je zeker? Ja, weet je zeker? Die man zegt, voor 100 gulden? Ik zeg, ja, voor 100 gulden. Ja, dan zat het balletje niet. Was ik 100 gulden kwijt. Dus ik sta nog zo'n beetje met trillip, zo'n beetje zo na te trillen. Komt er een andere man naast me staan die zegt, je bent 100 gulden verloren. Dit moet je terugwinnen. Achteraf gezien hoorde die man er ook bij. Hij zegt, je moet niet inzetten voordat ik het zeg. En je moet deze keer 200 gulden inzetten, want je moet hier weggaan met winst. Ik zeg, ja, dat zou fijn zijn. Dus we staan daar weer. Die man zegt, weet je nu waar het zit? Ik zeg, ik probeer nog stiekem te doen. Ik zeg, ja, ik denk nou wel in het midden. Zegt hij, moet je nu zeggen, 200 gulden in het midden. Ik zeg, 200 gulden in het midden. Ja, dat zat het niet. Was ik 300 gulden kwijt in 2 minuten. Ik ben er een week ziek van geweest. Ik heb een week in bed gelegen. Ik was er fysiek onpasselijk van geworden. Maar zo slecht ken ik mezelf dus. Als ik vooraf foto's had gezien van mezelf, dat ik balletje aan het spelen was, zou ik hebben gezegd, onmogelijk. Dat is een trucage. Ik ben niet gek. Ik ben wel gek.